Het fictieve bedrijf dat wij hier hebben, dat heet Awesome Weapons Manufacturers, afgekort tot AWM. Ze maken uiteraard Awesome Weapons. Wat willen wij van dat bedrijf hebben? Wij willen daar de research and development gegevens willen wij van dat bedrijf hebben. Waarom? Die kunnen wij doorverkopen en geld is goed, dus daar gaan wij voor. Wat wij weten van dit bedrijf is dat de externe infrastructuur er goed uitziet. Dat wil zeggen, traditioneel van buitenaf naar binnen hacken is een optie, maar doe maar niet, gaan we niet doen. Wat we in dit scenario gaan doen, is dat we ervoor gaan zorgen dat een medewerker ons toegang gaat verlenen tot zijn laptop en daarmee het interne netwerk. Goed, uit uitvoerig onderzoek is gebleken dat er een medewerker is die Frank Black heet. Frank die werkt bij de HRM-afdeling, zoals je kunt lezen. En Frank heeft ook een laptop van de zaak. Wat we nog meer weten van Frank is dat hij graag komt bij een semi-bekende keten. Koffieketen, de Barstucks. Ik weet niet of iemand hem kent. Ze schijnen goede koffie te hebben. De Barstucks biedt gratis internet aan. En via dat gratis internet gaan wij proberen het systeem van Frank te infecteren. En zo toegang te krijgen tot het interne netwerk van AWM. Goed, wat gaan we daarvoor doen in eerste instantie? Het is een fysieke aanval. Wij moeten dus daar op locatie zijn en wij moeten toegang zien te krijgen tot het systeem van Frank. Zodra we toegang hebben tot dat systeem, moeten wij een backdoor zien te plaatsen, waardoor het systeem van Frank terug gaat bellen naar ons systeem en wij via het systeem van Frank toegang krijgen tot de infrastructuur van AWM. Goed, fysiek naar de Starbucks, Barstucks, bijna goed, hè? Bijna goed. Zei ik dat? Barstucks, goed. Wij zitten zeer onopvallend, zoals je ziet, zitten wij linksonder met onze laptop bij de Barstucks. Rechtsboven zie je de laptop van collega Frank. Wat gaan we doen? Wat we weten van het netwerk, van het draadloos netwerk van Barstucks, is dat zij een captive portal hebben. Dus zodra iemand toegang tot het internet wil, is er een portal. Daarop moet de gebruiker een actie uitvoeren en vervolgens krijgt hij of zij, als ze geluk heeft, toegang tot internet. Wat gaan wij doen? Wij gaan ons eigen access point opzetten. Dat eigen access point, daarmee gaan we ervoor zorgen dat Frank de toegang verliest tot het access point van Barstucks en toegang krijgt tot ons access point. En we gaan met twee tooltjes ons eigen captive portal aanbieden, waarop wij gaan proberen Frank zover te krijgen ons toegang te geven tot zijn systeem. De tools die we daarvoor gebruiken zijn Beef. Degene die vanmorgen de workshop gedaan hebben, die kennen de tool. Wat de tool doet is, je krijgt als aanvaller bepaalde controle over de browser van je slachtoffer. Wat je daarmee kunt doen bijvoorbeeld is een fake flash update pushen. Of je kunt een Facebook login pagina laten zien. Goed, Beef is dus voor de controle over de browser van Frank. Wat we nodig hebben voor de controle over het systeem van Frank is Metasploit. Degene die Metasploit niet kennen is, zou ik zeggen, Google, want dat is je beste vriendje. Metasploit is een framework waarmee je dus toegang kunt krijgen tot systemen. Er zitten allerlei exploits in, maar naast die exploits, wat eigenlijk nog veel belangrijker is, zijn de post-exploitation modules. Daarmee kun je dus allerlei commando's uitvoeren, informatie opvragen. Je hebt als aanvaller heb je aan de postmodules van Metasploit echt heel veel. Goed, wat zei ik? Stap 1, toegang. Wat hebben we nodig? Een Evil Wi-Fi Access Point. Dat gaan we in deze demo helaas niet kunnen doen. Waarom? Ik heb alle systemen lokaal virtueel draaien. Dus we doen alsof Frank al verbonden is met ons Access Point. Wat hebben we hiervoor systemen? We hebben een aanvalsysteem. Een Kali Linux machine met daarop een webserver. Je ziet, er draait een webserver op poortje 80. En wat biedt die webserver aan? Die biedt een webpagina aan. Op die webpagina zie je allereerst de titel van de pagina, Barstucks Wi-Fi Hotspot. En direct aan het begin van de body geven wij een stukje JavaScript mee. Wat het stukje JavaScript doet, hook.js, die gaat ervoor zorgen dat
wij de controle kunnen krijgen over de browser van Frank. Dus hiermee gaan wij dus de browser van Frank zien in Beef. Wat hebben we daarnaast nog meer nodig? We hebben uiteraard Beef nodig. Beef draait. En Beef heeft zo te zien ook een admin URL. Uiteraard. Kijk, default credentials, wie niet, hè? Wat je hier dus nu ziet is dat er een tabje is online browsers en offline browsers. Zodra er een systeem die pagina van ons gaat bezoeken, zul je zien dat die in de online browsers map terecht gaat komen. En daar zouden wij dan dus van alles mee kunnen doen. Goed, we hebben Beef, we hebben de Captive Portal. Wat we nog niet hebben is een Metasploit listener. Wat het systeem van Frank zo dadelijk gaat doen, is zodra hij een bepaald stukje software draait, is dat hij verbinding gaat maken met onze Metasploit instantie. Daarvoor hebben wij een listener nodig. Dus een stukje software dat luistert naar inkomende verbindingen. Die gaan we even starten. Demo. Resource. Listener. En als het goed is, -v, zie je dat er nu een listener draait op poort 443. Dus we zijn in feite klaar om het systeem van Frank te gaan overnemen. We hebben de Barstix Wifi hotspot, we hebben Beef en we hebben onze Metasploit listener. Als aanvaller zijn we nu even klaar. We wisselen even naar het systeem van Frank. Frank die heeft zijn bak koffie, zijn latte macchiato, zijn espresso of wat dan ook. Hij logt in. Je ziet het, de machine van Frank. En Frank gaat vrolijk internetten. www.google.nl. Kijk, we hebben hier een Barstix Free Wifi hotspot. En Frank zal iets voor ons moeten doen. Een HTA-applicatie starten om een vouchercode te ontvangen. En als hij de vouchercode hier invult, dan krijgt hij uiteraard toegang tot internet. Of niet. Goed, terug naar het aanvalsysteem. Als het goed is, met de nadruk op als het goed is, famous last words, zien wij dat er hier een systeem is toegevoegd op 192.168.1.5. Dat is, als het goed is, de browser van Frank, tenminste, dat hopen we. We zien, dan moet hij wel even meewerken, dan zien we hier dat het een Internet Explorer browser betreft, versie 11, Win 32, taal Nederlands. Nou, ik vind dat dit het systeem van Frank is. Goed, in Beef kunnen we dus allerlei interessante aanvallen uitvoeren. Je ziet allerlei verschillende soorten aanvallen die we kunnen doen, maar wij gaan dus voor de social engineering aanval. En wij gaan voor de HTA PowerShell applicatie. Waarom gebruiken we HTA PowerShell? PowerShell scripts zijn, of PowerShell HTA's, zijn eigenlijk redelijk makkelijk te gebruiken, dat is één. En twee, ze worden niet door antivirus pakketten gezien. Dus wat we nu gaan doen is execute geven. En in feite zijn wij hier klaar. We hebben Frank een HTA-bestand toegegooid. En Frank krijgt hier de vraag van, wat gaan we hiermee doen? Uiteraard gaan we die openen, want ik wil internet. Uiteraard. Goed, Frank heeft onze HTA geopend. Er gebeurt niks. Frank heeft geen internet. Dat is niet ons probleem in feite. Want wij hebben wel een sessie op het systeem van Frank. Je ziet wat er hier gebeurd is. Er is een request binnengekomen vanaf het systeem van Frank. Die hebben wij opgevangen. En wij hebben, naast dat we dat request hebben opgevangen, zijn we ook even gemigreerd van het ene naar het andere proces. Je ziet dat het in eerste instantie dat er een PowerShell proces was waar we in zaten. Logisch, want het is een PowerShell HTA die we hebben gestuurd. Maar we zijn even gemoved naar een Explorer proces voor deze gebruiker. Waarom hebben we dat gedaan? Dat is als volgt. Als Frank dit scherm afsluit en wij zouden in dat PowerShell proces blijven zitten, dan is onze sessie weg, dan hebben we niks.
Dus door te wisselen van proces geeft het ons iets, een iets stabielere verbinding. In ieder geval een verbinding waar wij iets mee kunnen. Even voor de beeldvorming. Frank is verschrikkelijk security conscious of zo. Zoals jullie gezien hebben. Frank heeft een antiviruspakket draaien. En je ziet, hij is verschrikkelijk beveiligd. Wat je ook ziet is dat we, als we sessions in L-V doen, dat er een sessie van Frank bij ons aanwezig is. I1. Dus we gaan even een interacten met deze sessie. En we gaan even kijken, zitten wij op het juiste systeem? Dat kan op allerlei verschillende manieren, maar we maken gewoon even een screenshot. Als het goed is, krijgen wij wat data terug. Je ziet het, we hebben toegang tot het systeem van Frank. Mooi. Stap 1 is afgerond. We hebben toegang tot het systeem van onze vriend Frank. Ik moet even kijken waar ik mijn muis gelaten heb. Ah, daar. Alright. Hier zijn we even klaar. Terug naar de presentatie. Daar. Right, stap 1 is afgerond. We hebben toegang tot het systeem. Wat we nu nog moeten gaan doen is een backdoor installeren. Wat we daarvoor gaan gebruiken is natuurlijk Metasploit. Want ja goed, daar hebben we de sessie mee. En ja goed, we moeten een payload gaan installeren. We moeten een backdoor gaan installeren. Maar wat we willen is dat die backdoor niet gezien wordt door virusscanners. Daar is een tool voor. Die tool die heet Veil Framework. Daarmee is het dus mogelijk om Metasploit payloads te bouwen die niet gezien worden door antivirus. En dat gaan we nu maar eens even doen. Oké. Veil Evasion.py. Veil Evasion is dus de tool die we gebruiken om een payload te bouwen. Er zitten een hele hoop payloads in. Het commando list geeft er 45. En wat we nodig hebben is een reverse HTTPS payload. En we zien dat de eerste de nummertje 9 is. Dus die gaan we maar gewoon gebruiken. 9. Goed, we hebben een payload, reverse HTTPS. Die payload die moet ergens naartoe verbinden. Uiteindelijk moet die verbinden naar het systeem op internet dat onder onze controle staat. Die hebben wij één. Dus die gaan we hier invullen. Set lhost evil.nationstate.gov. Goed. De poort die veranderen we ook even, want wij luisteren op 443. Poort 443. Wat op zich wel prettig is van deze payload trouwens, is dat hij kijkt naar proxy-instellingen. Dus stel, hij zit in een intern netwerk en er wordt gebruik gemaakt van een proxy voor internettoegang, dan zal deze payload daar ook gebruik van maken. Dus dat maakt het voor ons best makkelijk. Het enige wat we nu nog hoeven doen is generate te tikken. En we noemen hem even backdoor. En we hebben een executable user share veil output compiled backdoor.exe. Exit. Goed, backdoor gemaakt. Als het goed is zou die niet gezien moeten worden door antivirus software. Dus wat rest ons nu? Die backdoor uploaden. En ervoor zorgen dat die backdoor ook gedraaid wordt zodra Frank inlogt. Wat gaan we daarvoor doen? Voordat we gaan uploaden gaan we even kijken welke rechten Frank heeft. Zodat we kunnen nagaan waar we die backdoor kunnen neerzetten zonder dat we daar, ja, of dat we in ieder geval een locatie hebben om die backdoor neer te zetten waar Frank ook de rechten heeft. Er is een postmodule die we kunnen gebruiken om na te gaan welke rechten Frank heeft. Windows gather winprivs. Winprivs is die postmodule en die geeft ons terug, vandaag nog, of morgen. Ah, kijk, daar is die. Dat we ingelogd zijn onder de user ID fblack, dat Frank geen beheerder is, geen system user, en dat user account control enabled is. User account control is dat vervelende systeem dat wanneer je iets nuttigs met je computer wil doen, dat je daar waarschuwing over krijgt, zeg maar. Hij is dus geen beheerder, dus de vraag is waar gaan we die payload neerzetten? Die gaan we neerzetten in zijn lokale profiel.
Want daar heeft hij uiteraard schrijfrechten. En wat we ook gaan doen is dat we een stukje of een waarde toe gaan voegen aan het register. Waarin staat dat die payload uitgevoerd moet worden zodra Frank wordt ingelogd. Daar hebben we een resource voor gedefinieerd. Backdoor heet die. En wat die doet is een upload van onze backdoor.exe naar appdata local temp in het profiel van Frank. En hij zet ook een registerwaarde. Dat kunnen we checken door even de inhoud op te vragen. Bijna goed. Resource check backdoor. Wat we doen is dat we even de inhoud van die directory bekijken. En we zien dat er hier een backdoor.exe aanwezig is. En wat we ook zien is dat we in de current user, in het current user deel van, de, van het register, in run een register entry hebben toegevoegd met de naam backdoor en met de data c-users fblack appdata local temp backdoor.exe. Wat hier dus mee gaat gebeuren is, is dat zodra Frank inlogt, dit proces wordt gestart. Mooi. We zijn klaar. Ik zou zeggen, exit. Dus, dat hebben we gehad. Terug naar de presentatie. Als ik mijn muis weer heb. Yes, terug naar de presentatie. Nou, in professionele termen is het systeem van Frank nu owned. En kunnen we door naar de volgende stap. Frank die realiseert zich dat hij never nooit meer internet gaat krijgen bij de barstucks. En na het opdrinken van zijn koffie draait hij af en gaat hij naar zijn werk. En bij AWM zou er het volgende moeten gebeuren. Zodra Frank zijn systeem aankoppelt aan het netwerk daar en inlogt, zou dat proces moeten gaan draaien. En zou er dus een verbinding naar ons toe opgezet moeten worden. Zoals ik al zei, wij hebben een systeem op evil.nationstate.gov. En daar moeten we ook weer een listener opstarten om die verbinding van Frank te kunnen opvangen. Dus dat gaan we even doen. Alright. Even uit, als dat lukt. Nou, werk mee. Never mind. Oké. Resource listener 2. Wat we doen is dat we even een tweede listener starten op een andere interface. En die zou dat nu ook moeten doen. Jobs-L-V. Oké, er draait weer een listener, dit keer op een andere interface van ons. Waarop evil.nationstate.gov draait. En wat we nu nog, het enige wat we nu hoeven doen is het volgende. We gaan even het systeem van Frank ervoor zorgen dat het systeem van Frank in het netwerk van AWM zit. Dat simuleren we door even door het systeem van Frank in het juiste netwerk te zetten. We gaan van Barstux Wifi naar Corporate Network. Oké. Ik moet even handmatig het IP-adres. En vernieuwen. Renew. En als het goed is, komen we daar in de juiste range terecht. Juist. Goed. Het systeem van Frank zit nu in het netwerk van AWM. En we simuleren even. Hij meldt af. Oké, hij heeft zijn laptop aangeknoopt. Hij kan aan het werk. Dus wat gaat er nu gebeuren? Frank logt in. Als hij het juiste wachtwoord invult. Maar dat gaat in één keer goed. En kan aan het werk. Prima. We zien nog steeds dat Frank zijn antivirusomgeving roept dat hij verschrikkelijk beveiligd is. En naast dat hij verschrikkelijk beveiligd is, zien we dat we hier een sessie binnen hebben gekregen van Frank. Je ziet dat het een ander IP-adres is, dat dit dus de interne range is van het bedrijf AWM. Wat we nu nog even gaan doen is een route toevoegen. Route add 13.0 met het subnet 25.0 via sessie 2. Klopt dat? Juist.
En wat we gedaan hebben is dat al het verkeer dat wij nu zouden gaan sturen naar het netwerk 10.0.13.0/24, dat dat gerouteerd wordt naar sessie nummer 2, de sessie waar Frank zijn systeem aanhangt. Dus dat betekent dat wij nu effectief via Frank zijn machine toegang hebben tot het interne netwerk van AWM. Goed. Nu wij dus toegang hebben tot het netwerk van AWM, wat gaan we doen? We gaan 3 stapjes uitvoeren. We gaan het netwerk verkennen. We gaan proberen onze privileges te verhogen. En uiteindelijk gaan we, waar we voor gekomen zijn, die RND-gegevens gaan we proberen te stelen. Oké. Stap 1, het verkennen van het netwerk. We interacten weer even met de sessie van Frank. Sessions min i2. Wat zouden we kunnen gaan doen voor het verkennen van het netwerk? Iemand een gokje wagen? Portscan hoor ik. Nmap. Ja. Shares is een goeie. Portscan is een goeie. Wat we niet gaan doen zijn ellenlange portscans. Waarom gaan we die niet doen? Die vallen op. Een interne IDS of een IPS gaat dat zien. Dus wat gaan we doen? We gaan zoveel mogelijk proberen gebruik te maken van de services die het netwerk al biedt. Dus wat we nu even gaan doen is even kijken van, is er een Active Directory? We kunnen aannemen van wel, want er staat AWM/ voor de gebruikersnaam van Frank, maar laten we dat even checken, daar is een module voor. Run post windows gather enum domain. En met enum domain kijken we of er een Active Directory domein is en wat de domeincontrollers zijn. We zien dat er een AWM-domein is, zoals we al verwacht hadden, en dat er een domeincontroller ook aanwezig is. Goed, wat is nu de manier om te kijken welke systemen er zijn? We gaan kijken in de Active Directory zelf, want ieder systeem dat domain-joined is, zien we terug in de Active Directory. Dus dat kunnen we door weer een module te gebruiken, run post windows gather. Enum AD computers. Wat deze module doet is de Active Directory bevragen en checken van, goh, geef mij eens alle systemen terug die er zijn in deze Active Directory. Alle servicesystemen in dit geval. Dat zijn er 3. DC01, die hadden we al, hè, op 13.254. Een file server. Dat is wel grappig, want die zit in de OU Secure Service, dus wellicht is die interessant. En een webserver. Goed, dat we weten dat die systemen domain joined zijn is 1. Wat we nog niet weten is of die systemen ook echt up and running zijn. Wat we zouden kunnen doen is een portscan doen van alle services op een bepaalde range. We zouden, maar wat op zich minder opvallend is en wat vaak goed werkt op Microsoft omgevingen is de SMB service versie opvragen. Dus wat je dan doet, je maakt gebruik van de SMB-service en wat je doet is vraagt van, joh, geef mij je versienummer en dan krijg je een versienummer terug. En wat handig is daarvan, is dat je dus ook direct weet welke Windows-versie er draait. Dus dat gaan we nu eens doen. Even kijken, daar had ik een scriptje voor gebouwd. Als ik nu weer terug ga naar de juiste tab, moet dat lukken. Resource SMB-scan. Wat je ziet dat er gaat gebeuren is, ik pak een kleine range, dus tussen de 250 en 254. Waarom doe ik dat? Ik zie dat de domeincontroller een hoog IP-adres heeft, dus wellicht dat daar systemen omheen zitten die ook een hoog IP-adres hebben. Dus daar gaan we eens naar kijken. Run. We zien het volgende. Er zijn 2 systemen up. Dat is grappig, ik had gehoopt dat er 3 up waren. Maar goed, met 2 komen we er ook, is niet erg. Komt allemaal goed. Goed, nu weten we dus dat er 2 systemen up zijn. Ik ga hem toch nog een keer draaien, jongens, want ik roep wel, met 2 systemen kom ik er ook, maar 3 is toch wel iets prettiger. Want ik mis nog een file server en daar zou, als het goed is, de data op staan die we willen hebben. Nou. Laten we die even lopen. Mocht er nog een systeem bij komen, zien we dat hierboven straks terug. Het lijkt erop van niet, maar... jawel. Jawel, daar is hij. Ah, kijk, mooi.
De demogoden zijn mij goed gezind vandaag. Goed, terug naar de sessie van Frank. Want wat weten we nu? We weten dat er een domein is. We weten dat er 3 systemen up zijn. Wat we nog niet weten is of dat er ook welke gebruikers er zijn. En of er gebruikers zijn die hoge rechten hebben. Dus wat kunnen we daarvoor gaan doen? En daar is ook weer een postmodule voor. We gaan even kijken welke gebruikers er in de domain admin groep zitten. Want die gebruikers die hebben uiteraard redelijk hoge rechten in de Active Directory. Resource enum admins. Dat is de postmodule enum domain group users. En hier moeten we een sessie meegeven. En dat is in ons geval sessie nummertje 2. Set session nummer 2 run. En als het goed is, krijgen wij terug. Inderdaad, er zitten gebruikers in de domain admins groep en dat zijn er 2. Er is een AWM admin user en er is een secure service user. Oh, wat we ook nog even te horen krijgen, of tenminste te lezen krijgen, is dat onze FBlack geen member is van de domain admins groep. Hadden we wel kunnen bedenken, maar goed. Nou mis ik nog 1 ding. Dat is het volgende. We hebben eigenlijk nog geen gegevens om echt door te kunnen prikken in deze Active Directory. Wat we eigenlijk zouden willen hebben zijn credentials. Dus waar gaan we die vandaan halen? Waar denk je dat we die vandaan zouden kunnen halen? Iemand een optie? Lokaal op Frank's PC. Vind ik een goeie? Gaan we doen. Run post. Windows. Gather. Nee, niet WinPrips. We gaan Smart Hashdump draaien. Wat Smart Hashdump doet, is als ik de juiste rechten heb, is dat hij de lokale gebruikersnamen en hashes teruggeeft. Dat gaat helaas niet lukken, want ik heb niet de juiste rechten. Iemand nog een idee waar we anders gegevens vandaan kunnen halen? Niet? Duurt te lang. Wat we kunnen doen. Er is dus een Active Directory. Is een Active Directory domein. En wat daar natuurlijk bij hoort zijn Active Directory policies. Met Active Directory policies kun je allerlei instellingen zetten op systemen. Pietje mag de control panel niet openen. Of Jantje mag een bepaalde applicatie niet starten. Dat soort dingen. Maar wat je met Active Directory policies ook kunt doen. Is lokale gebruikers managen. En wat we vaak zien in pentests die wij doen, is dat er dus gegevens over lokale gebruikers in die policies verwerkt zitten. Er zijn een hoop modules en er is natuurlijk ook een module om die Active Directory policies te gaan bekijken. En die gaan we nu eens draaien. Windows gather credentials GPP. En wat deze module gaat doen is 2 dingen. Hij gaat eerst op het lokale systeem van Frank kijken van, goh, zijn er gecached policies en zitten daar gegevens in? En daarna gaat hij kijken op de sysful share van de domeincontroller. Die sysful share, daarin staan eigenlijk alle policies die er op het domein geconfigureerd zijn. En daarop zouden wij dus, als het goed is, informatie terug moeten kunnen vinden. En ik zie dat gebeurd is. Even terug naar het begin van de uitvoer. We zien dat er in C program data lokaal een gecached policy is met een gebruiker client admin en een wachtwoord. Kijk, daar kunnen we wat mee. Maar goed, het is een client admin, hè, is leuk. Maar wat we eigenlijk willen, is deze die hieronder staat. Op de domeincontroller vinden we server admin. En daar kunnen we echt iets leuks mee gaan doen. Tenminste, dat is het idee. En uiteraard vinden we ook weer op de domeincontroller de client admin terug. Goed, even resume. Terug naar de presentatie. Wat hebben we nu gedaan? We hebben wat verkenning gedaan. Er is een Active Directory domein. We hebben 2 sets credentials. Een client admin en een server admin. We weten dat er, thank God, gelukkig 3 systemen online zijn. En we weten ook dat er domain admins zijn. 2 stuks. AWM admin en secure service. Dus, wat nu verder? Wat gaan we doen? We gaan kijken of dat we met die server admin iets kunnen doen op deze systemen, die servicesystemen. Dus dat gaan we eens proberen. Goed, je ziet mij met mijn laptop daar aan de slag. En we gaan nu hier ook aan de slag. We hebben een module waarmee we dus
kunnen gaan kijken of dat we kunnen inloggen met die gebruiker server admin. En wat we die module gaan geven is het inlognaam server admin en het wachtwoord wat we hebben. Dus daar heb ik een scriptje voor, resource, even kijken, sb login was het geloof ik. Yes. Goed, de module opties van SMB, uiteraard weer een module SMB login. We geven wat airhosts mee, dus de IP-adressen van de servers die we willen aanvallen. De poort, 445 uiteraard. En de gebruiksnaam server admin en het wachtwoord. Het briljante geheim wachtwoord 123. Als we nu run doen, dan zou die module dus al die servers af moeten gaan. En moeten gaan kijken of dat we kunnen inloggen. Tromgeroffel en de demogoot uiteraard. Dit duurt me te lang. Dit duurde me te lang. We gaan dit even opnieuw doen. In zoverre dat we deze even gaan afsluiten. En even onze armitage opnieuw starten. Ja? Ik wil er wel op wachten. Dus mag ik even de obvious vraag stellen. Waarom is dat wachtwoord niet versleuteld wat je daar hebt? Nou, dat wachtwoord is versleuteld. Die gegevens in die policies die zijn uiteraard versleuteld. Maar ik geloof dat er... is het 3/4 jaar geleden of een jaar geleden zo is het gebeurd dat die key waarmee versleuteld wordt, dat is een statische key en die is ergens op TechNet verschenen. Vandaar dat we ook toegang hebben tot die omgeving uiteraard. Vandaar dat we ook toegang hebben tot die gegevens, want die zijn nu heel makkelijk te decrypten, want je hebt de sleutels. Ik ga even terug naar het systeem van Frank. Ik log even een keer opnieuw in, want dit wordt hem niet. Afmelden. Demo. Listener 2. We starten de listener weer op. En we loggen opnieuw in. Goed, we hebben weer toegang tot het systeem van Frank. Eén in dit geval. Oké. We gaan het opnieuw proberen. Resource SMB login. Run. Kijk, nou komen we ergens. Alright, even terug. Goed, we gaan door. Wat we hier zien is het volgende. We zien dat we op twee servers zijn de domeincontroller op 254 en de fileserver op 253 geen toegang hebben tot de lokale server. Maar wel op de webserver. Kijk. Dat is exact wat we hadden willen zien. Even terug naar de presentatie. Dus wat weten we nu? We weten dat we een server kunnen gaan ownen. We gaan dezelfde truc uitvoeren. Ja, deels dezelfde truc als bij Frank's systeem. We gaan ervoor zorgen dat de webserver een reverse verbinding opzet naar ons aanvalssysteem. Dat gaan we nu doen. Met weer een scriptje resource smweb01. Wat we gaan doen, wat we technisch gaan doen, is het volgende. We gaan inloggen met die server admin gebruiker.
Vervolgens gaan wij een proces starten. En dat proces, dat is een reverse HTTP of reverse HTTPS verbinding zelfs. En we gaan uiteraard weer verbinden naar evil.nationstate.gov over poortje 443. Run. Je ziet dat we verbonden zijn met het systeem als serveradmin. We kunnen een payload uploaden. Dat gaat, als het goed is, nu allemaal goed. Met de nadruk op als het goed is. Kijk, de payload is gemaakt, er wordt uitgevoerd en de payload wordt weer verwijderd. Dat wil zeggen, we hebben nu dus toegang tot web 01. Even kijken. Sessions -L geeft ons inderdaad toegang tot het systeem web 01. Mooi. Wat gaan we nu doen op het systeem web 01? Dat is het volgende. We gaan allereerst even kijken welke rechten we hebben. En vervolgens gaan we kijken naar de draaiende processen. Waarom gaan we kijken naar de draaiende processen? Is als wij de juiste rechten hebben, dan kunnen wij zo'n proces gaan overnemen. Waarom wil je zo'n proces overnemen, zou je zeggen? Nou, zo'n proces draait altijd onder een bepaalde gebruiker. Dat kan een lokale gebruiker zijn, maar dat kan ook een domeingebruiker zijn. Wat je vaak ziet in installaties is dat er een service account gebruikt wordt om een proces te starten. En dat service account zou zomaar eens meer rechten kunnen hebben dan het account van Frank of de lokale server admin die wij nu hebben. Wat er technisch gebeurt is dat wanneer een server start, die gaat authenticeren. En na authenticatie krijgt hij een token. Dat token dat wordt in geheugen opgeslagen. En als wij voldoende recht hebben op het doelsysteem, kunnen wij dat token kopiëren. Token stealing heet dat. En vervolgens kunnen wij eigenlijk, doen alsof wij die gebruiker zijn die die service draait. Dus dat is wat we nu gaan proberen te doen. Goed, we gaan interacteren met sessie nummer 2. Min-i-2. Even kijken of we het juiste systeem te pakken hebben. Sysinfo. We hebben het juiste systeem te pakken, Web 01, Windows 2012 machine, x64, Nederlands. En we gaan even kijken welke rechten we hebben. Een resource, nee niet resource, run, Windows, gather, winprivs. En als het goed is, geeft winprivs ons een lange lijst, exact, een lange lijst met rechten die wij hebben. En als we even terug scrollen naar boven, dan zien we dat we system user zijn. Dus we zijn beheerder, we zijn system user. Dat vervelende user account control staat hier niet aan. En we hebben eigenlijk alle rechten op dit systeem die we zouden willen. We gaan eens kijken welke processen er draaien. Dat doen we met PS. PS geeft ons een lange lijst met processen. Een hele hoop processen die draaien als anti-authority system, als anti-authority local service. Eigenlijk allerlei processen, maar waar we dus eigenlijk naar op zoek zijn, is een proces dat draait als domeingebruiker. Kijk onderaan. Hier onderaan zien we een proces, de secure backup service.exe, die draait als AWM secure service. En volgens mij is AWM secure service een domain admin account. Slecht plan, lijkt me, toch? Slecht plan. Daar gaan we iets mee kunnen met dat domain admin account. Wat we nu dus kunnen gaan doen, is, even terug naar mijn slides. Wat we nu dus kunnen gaan doen, is we kunnen ons voor gaan doen als het account secure service. En wat gaan we nu doen als het account secure service? We gaan ons eigen domain account, domain admin account toevoegen. Dat heet SVC account. Dat valt niet op, hè? Kan zomaar. Dat gaan we nu eens proberen. Daar heb ik een scriptje voor. Even zien. Resource. Add domain admin. Dat is weer een post module. Manage slash add user to domain. We zetten de add to domain vlag op true. We zetten de add to group vlag op true. We willen een gebruiker in de groep domain admin zetten. De gebruikersnaam zal worden SVC account. En het wachtwoord secret pass 123 uitroepteken. Wat we nu nog mee moeten geven is de sessie.
Dus vanaf welk systeem gaan we dit doen? Dat gaan we doen vanaf het Web 01 systeem. En dat is min L, dat is sessie nummer 2. Dus set session 2. Als we nu run tikken, dan zul je zien, als de demogoden mij goed gezind zijn, dat er een domain admin token gevonden wordt. En inderdaad, dat is het token van het account Secure Service. Dat token wordt gestolen. En nu worden er dus commando's uitgevoerd waarmee een gebruiker aan de Active Directory wordt toegevoegd. We zien dat het allemaal lukt. En we hebben nu ons eigen fonkelnieuwe domain admin account. We hebben nu eigenlijk alles wat we nodig hebben om het systeem, of tenminste de overige servers in het domein over te nemen. En uiteindelijk ons doel uiteraard die R&D-gegevens te gaan bemachtigen. Dus welk systeem zullen we nu eens gaan overnemen? Ik stel voor dat we de domain controller overnemen. Waarom gaan we de domain controller eerst overnemen? Wat we gaan doen is dat we hem gaan overnemen en dat we direct even alle credentials van alle gebruikers in de Active Directory gaan harvesten. Mocht dan iemand hebben opgemerkt dat we een gebruiker hebben toegevoegd aan de domain adminsgroep, ja, dat kan. Maar dan hebben we in ieder geval de rest van de credentials ook. Dan geeft het ons iets meer houvast, zeg maar, op dit netwerk. Dus dat gaan we eens proberen. Alright. Resource DC01. Dus eigenlijk is het weer dezelfde truc. We gebruiken nu alleen een ander account. Dus we gaan een proces starten. En we gaan het proces. We gaan een reverse HTTPS-verbinding opzetten naar evil.nationstate.gov. En dan eens kijken of dat gaat lukken. We worden correct geauthenticeerd en er wordt een payload geüpload. Die payload zal zo dadelijk starten. Hoe lang heb ik nog? Wauw, nog maar 5. Oh, oké. No pressure. Goed. Jullie zien het, we hebben een sessie nu ook naar de domain controller. Sessions. Min L, min V. Er is, ja, juist, inderdaad. Gas erop, hè? We hebben een sessie naar de domain controller. Dus die gaan we even misbruiken. Sessions. Min I. 3. Sysinfo geeft ons voor de zekerheid nog even, we hebben het juiste systeem te pakken, dat hebben we. We gaan weer even de WinPrivs module draaien. Post Windows Gather WinPrivs. Even na te gaan of dat we de juiste rechten hebben. Die hebben we, tenminste daar lijkt het op. Juist, we zijn system. Wat we nu gaan doen is met diezelfde module als die we in het begin gebruikten, Smart Hashdump, gaan we nu draaien op een domain controller. Wat Smart Hashdump smart maakt, is dat hij weet wanneer je op een domain controller zit. En wanneer je op een domain controller zit, dan wil je niet alleen de lokale SAN, want die bestaat in feite niet meer. Dan wil je eigenlijk alle data die in de Active Directory staat. En zoals je dadelijk gaat zien, zie je dat we een hele hoop gebruikersnamen en hashes binnenkrijgen. En dat zijn eigenlijk alle accounts die in de Active Directory bekend zijn. Zowel gebruikersaccounts als systeemaccounts, zoals je ziet, daar onderaan. We hebben nu dus een setje gebruikersaccounts. En nu hebben we eigenlijk de keys to the kingdom. We kunnen nu eigenlijk alles doen wat we willen. En de bottom line, waar kwamen we hiervoor? We kwamen bedrijfsgegevens, kritieke bedrijfsgegevens kwamen we stelen. Dus dat gaan we nu maar eens doen. We gaan eens kijken of dat we op die file server terecht kunnen komen. Daar gaat fout. FS01. Wat je hier ziet is dat we nu niet ons zelf gecreëerde SVC-account gebruiken. Maar we gebruiken het account van AWM Admin. En als wachtwoord geven we die hashes op die we hebben gekregen. En daarmee zouden we in moeten kunnen loggen en wederom dezelfde truc kunnen uithalen. Dat wil zeggen een verbinding naar ons eigen systeem laten maken. Eens kijken of dat lukt. Remco, ik had 2 minuten geleden al klaar moeten zijn, geloof ik, hè? Oh, nog? Oh man, tijd zat. Goed,
Je ziet het, we authenticeren correct als AWM admin tegen die file server. Onze payload wordt geüpload. En er komt dus, als het goed is, een sessie binnen. Ja, die is binnen. Sessions -l. We zien dat we nu ook op de file server toegang hebben. En dat is eigenlijk waar we zouden willen zijn, want daar staat, als het goed is, die data op die we willen hebben. Oh man, no pressure, dankjewel, dat helpt. Sysinfo, draaien we even. Sysinfo, om na te gaan of we het juiste systeem hebben, dat blijkt. We zitten op FS01. Resource, nee, niet resource. WinPrivs draaien we om na te gaan welke rechten we hebben. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal iedere keer. Maar het is wel goed om even te kijken of dat het klopt wat we in de interface zien. En dat klopt. En wat willen we nu weten? We willen nu weten waar die interessante data zich bevindt. Dus wat gaan we doen? Zo'n file server die heeft uiteraard die shares. Die biedt shares aan. En er is een module waarmee je die shares uiteraard kunt opvragen. Run post windows gather. Ja, bijna goed. Shares. En als het goed is, zijn er een aantal shares. Een public share, een HR share en een R&D share. Nou, drie maar raden waar we naartoe moeten. Goed, zo'n interpreter sessie geeft ons ook direct toegang tot het lokale file system. En aangezien wij system user zijn, maken de rechten die gezet zijn op die mappen eigenlijk niet echt meer uit. Want we hebben lokale toegang, of we hebben toegang tot het volledige lokale file system. Dus we gaan eens even kijken. C shares R&D ls. Kijk, missile report. Ha, that's the stuff. Die moeten we hebben. Wat je met de interpreter shell ook heel makkelijk kan doen is files downloaden. Is heel simpel. Download. Load missile. Report.txt. En als het goed is, hebben wij nu op ons systeem die informatie binnen. We gaan eens kijken. Les. Demo. Missile report. Tada. Kijk, daar kwamen we voor. We hebben de data die we willen hebben. En ik ben heel benieuwd of dat we opgemerkt zijn. Maar ik hoop het niet. Who cares, we hebben de data. Wat leren we hier nou van? Wat zijn nou de conclusies? Wat zijn nou de zaken die je zou moeten willen doen, dan wel niet doen? Dat zijn de volgende. Vertrouw niet op je gebruiker. Dat is een redelijk obvious one. Bescherm je werkstation. Wat iedereen wel weet, maar wat ik nog maar een keer zeg, antivirus is dood. Alleen antivirus gaat je niet helpen. Denk eraan dat je bijvoorbeeld anti-malware gaat draaien, dus IMAT. Denk aan AppV, dus het virtualiseren van applicaties. Dat wil zeggen, als er een applicatie gecompromitteerd wordt, dat een hacker niet direct toegang heeft tot je volledige systeem. Dat zijn zaken die je zou kunnen doen om je client nog net iets veiliger te krijgen. Daarnaast controleer domain policies. Zorg ervoor dat die gecrypte waarden voor gebruiksnamen en wachtwoorden er niet meer in staan. Er zijn betere en slimmere manieren om lokaal user management te doen. Denk aan SCCM, denk aan het gebruik van PowerShell scripting. Alles beter dan je credentials in lokale policies, of in ieder geval in domain policies op te nemen. Services als domain admin draaien is een slecht plan. Services als local system draaien, als het niet anders kan, doe het dan liever niet, zeg maar. Zorg ervoor dat je specifieke service accounts hebt en geef die service accounts ook zo laag mogelijk rechten. Zorg ervoor dat die niet interactief kunnen inloggen. Zorg ervoor dat die niet geen extra dingen kunnen doen dan dat ze specifiek nodig hebben. En daarnaast zorg voor alerting. Wanneer er specifieke accounts gebruikt worden, je domain admin account bijvoorbeeld, zorg ervoor dat iemand daar op de hoogte van is. Zorg ervoor dat als er wijzigingen aan dit soort groepen gemaakt worden, dat daar ook logging van is, dat daar ook alerting op staat. Want zeg nou zelf, hoe vaak zou het moeten gebeuren dat er domain admins worden toegevoegd zonder change, zonder dat er iemand van weet.
Dus dat zijn zaken die je zou kunnen oppakken om in ieder geval dit soort dingen minder makkelijk te laten gebeuren. Goed, zijn er vragen? 1 of 2? Hier vooraan. Hier aan het eind van de rij, eerst maar. Oh, ja, nou, doe maar. Een simpele vraag. Ja. Je logt op alle systemen in als een SPC, admin en als een alle verschillende soorten admins, maar als het systeem verbindt, verbindt hij als MT-system. Klopt. De reden erachter is dat het proces, de payload die Metasploit gebruikt, dus het proces wat gemaakt wordt, dat wordt gestart als admin. En het eerste wat dat ding doet nadat hij terugverbonden is, is systemrechten krijgen. Dus dat is eigenlijk een feature die ingebakken is in de payload van Metasploit. Dus dat is wat er daar gebeurt. Hier vooraan. Dat kan omdat je in het... ik heb niet in HQ Local System gezeten. Oh, sorry. Hoe kan het dat UAC niet heeft ingegrepen wanneer ik een registeraanpassing maak? Dat kan omdat ik heb geschreven in het deel van het register dat gebruikerspecifiek is. Ik zat in Current User. En dat mag. Dus dat maakt het UAC dus niet heel praktisch voor dit soort aanvallen. Nog meer? De laatste hoor ik. Remco, help even. Niet? Nee? Oké. Okay. Dan blijven we staan. Oké. Okay. Ik schuif even op, jongens. Daar ben ik. Daniel, dankjewel. Even heel kort. Hier in deze zaal gaan we zo meteen verder met een presentatie van Erwin Kooi over Secure Smart Grids. In de Schouwburgzaal gaan we om 20 voor gaan we verder met een presentatie over de latest changes to SAP Cybersecurity. Daniel, hartelijk bedankt voor deze presentatie. Graag gedaan. Dankjewel. En kijk eens. Nog meer.